Beste collega's, vandaag gaat het over Image Guided Surgery bij MST op vrijdag. Nou heb ik daar natuurlijk helemaal geen verstand van, maar ik ben wel reuze benieuwd wat Xander van Bemmel, onze KNO-arts, ons daarover wil vertellen. We zien natuurlijk dat bij de chirurgie allerlei nieuwe robotica en technieken, visualiseringstechnieken, een rol gaan spelen. Daar zal het ongetwijfeld over gaan. Het woord is aan Xander van Bemmel, onze KNO-arts. Dit is MST op vrijdag. Goedemiddag, welkom bij MST op vrijdag. Mijn naam is Xander van Bemmel, KNO-arts en ik ben hier samen met twee collega's. Harry Vaassen, technisch geneeskundige en Anton Gijssen, chirurg in opleiding. Het onderwerp wat we vanmiddag met z'n drieën met jullie willen bespreken is Fluorescence Image Guided Surgery. Eigenlijk is het heel simpel. We voeren een operatie uit waarbij we worden geleid door fluorescente techniek. Als we een operatie uitvoeren, dan gebruiken we al onze zintuigen. Maar eigenlijk zijn er twee waar we toch wel heel veel aan hebben. Dat is namelijk onze tastzin en ons zicht. Helaas is het zo dat er delen in ons lichaam zijn of problemen zijn die we niet kunnen zien en niet kunnen voelen. En dat kan vervelend zijn, want daardoor kunnen we een deel van het probleem kunnen laten zitten. Of erger nog, schade maken waardoor er een nieuw probleem ontstaat. Fluorescentie helpt ons daarbij. Het laat het onvoelbare en het onzichtbare zien. Ja, het klinkt bijna magisch. Iets onvoelbaars en onzichtbaars zien. Hoe werkt dat nou precies? We kijken even naar een korte video. Fluorescence guided imaging utilizes a specific wavelength within the spectrum of light, known as near-infrared, that is invisible to the human eye. Certain materials, such as dyes, when illuminated by this near-infrared light, will glow or fluoresce. Special cameras are used to visualize this fluorescing dye in the body. The technology associated with these imaging systems allows the physician to see beyond traditional white light, to visualize anatomical structures more clearly. Indocyanine green, ICG dye, is unique in that it fluoresces under near-infrared light in human tissue. ICG is reconstituted with sterile water and administered intravenously to the patient. The ICG molecules bind to plasma proteins in the blood and perfuse through the tissues, thereby demonstrating anatomical features in the region of a surgical procedure. Approved by the US FDA in 1959, ICG has an excellent long-established safety record. De fluorescente techniek gebruiken we op dit moment in drie deelgebieden. We gebruiken het bij operaties die we uitvoeren in het hoofd-halsgebied, operaties die we verrichten in de buik, darmchirurgie, en we gebruiken het bij operaties waar we opereren aan de galwegen of aan de alvleesklier. Deze drie deelgebieden willen we nu eigenlijk alle drie even kort met jullie bespreken om te laten zien hoe we daar te werk gaan. Harry, mag ik jou vragen om wat te vertellen over de colorectale chirurgie? Zeker. De colorectale chirurgie, dus eigenlijk chirurgie op de darm. En wat we eigenlijk doen met de fluorescente techniek is we kijken naar de doorbloeding van de darm. En nou, waarom zijn we daar nou eigenlijk in geïnteresseerd? Nou, hier zie je een voorbeeld van, stel je hebt een tumor in de dikke darm en die wil je eruit halen, dan halen we een stuk van de dikke darm eruit. En meestal willen we dan de resterende stukken weer aan elkaar koppelen. En dat doen we middels een naad. En die naad die wil nog wel eens lekken en dat is een heel vervelend probleem, want dan komt de darminhoud in de buik en dat kan hele nare gevolgen hebben.
Nou, en we denken dat de reden dat hij wel eens wil gaan lekken is omdat de genezing niet goed is. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de doorbloeding van de darm. Net als met elke wond is de toestroom van zuurstof en voedingsstoffen cruciaal. Het probleem is echter dat de chirurg, die kijkt naar zo'n darm, en vaak kan hij eigenlijk aan de buitenkant helemaal niet goed zien waar de doorbloeding nou het beste is. En het kan zelfs zo zijn dat de doorbloeding van de darm eigenlijk zodanig verminderd is, dat de functie van de darm niet meer goed werkt, of dat hij zelfs afsterft, zoals in dit plaatje te zien is. Dat noemen we dan maag-darm-ischemie. En als je maag-darm-ischemie hebt en het is echt tot op het niveau zoals je hier kan zien, dan moet je eerst de doorbloeding herstellen. Maar daarna kan het ook zijn dat sommige delen van de darm het gewoon niet gaan redden en die moet je eruit halen. Nou, dat is best wel lastig, want je kan bijvoorbeeld in dit plaatje zien dat dit stuk darm er eigenlijk nog wel mooi uitziet. En nou, dit stuk darm, dat is zwart, dat zullen we er dan uithalen. Maar er is een heel groot stuk darm waarvan we het niet zeker weten. Nou, je wil ook niet te veel darm eruit halen als het niet nodig is. Want dat kan ook hele nare gevolgen hebben. Maar je wilt het ook zeker niet in laten zitten als het uiteindelijk toch gaat afsterven. Want dan, dat kan echt dodelijk zijn. Nou, wat hebben we daar dan voor gevonden? Is de fluorescentie. Dus zoals je al in het filmpje hebt kunnen zien, spuiten we een fluorescerende stof in. En nou, dan kunnen we met een infraroodcamera prachtig zien hoe de darm doorbloed wordt. En dat werkte eigenlijk heel mooi. Ik wil je gelijk een voorbeeld laten zien van hoe we dat dan kunnen gebruiken. Dus dit is dan een patiënt die heeft een deel van zijn darm beklemd in een ander stuk weefsel in de buik. En door die beklemming is er eigenlijk niet meer voldoende toestroom van bloed, waardoor die er eigenlijk zo uit komt te zien. Nou, hier in het filmpje kun je dan de beklemming zien. Dat zie je hier achter in beeld. Nou, en wat je eigenlijk ziet is dat deze kleur van de darm heel anders is dan het stukje darm wat we er nu uithalen. En op basis hiervan zou de chirurg die toen opereerde hebben gezegd, nou, dit stuk darm, dat moeten we eruit halen, want dat gaat het niet redden. En toen hebben we de fluorescentie eigenlijk erbij gepakt. Wat je kan zien, helemaal links in beeld zie je dus twee gezonde lissen. Die zijn roze, oranje. En rechts zie je de aangedane darmlis. En nou, rechts in beeld zie je dan de fluorescentieopname. Wat je kan zien is dat op een gegeven moment links in beeld de gezonde lis mooi aankleurt, lekker snel. En dat de aangedane lis veel later is, maar toch daadwerkelijk toestroom heeft van bloed. Dus toen dachten we al van, nou misschien is deze darm toch nog niet zo erg aan toe als we dachten. Nou, wat we toen hebben gedaan is de beklemming hebben we opgeheven en hebben we de fluorescentie nog een keer toegepast. En je ziet weer links dan een gezond stuk darm en in het midden een aangedaan stuk. En wat je kan zien is dat ze nu gelijktijdig net zo hard oplichten dankzij de fluorescentie. Nou, dat heeft ons toen besluiten om deze darm de kans te geven, erin te laten. Nou, en deze patiënt kon eigenlijk na een paar dagen weer naar huis, zonder dat we hem een grote resectie hebben aangedaan met allerlei kansen op complicaties. En dan heb ik nog een voorbeeld, en dat is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde. Dit is een patiënt met maag-darm-ischemie. Links zie je dan de gewone witlichtopname, zoals je dat met je eigen ogen zou zien. En wat je kan zien is dat er een aantal darmlissen, ja, het lijkt wel aangedaan, vooral die rode, maar vooral die darmlis helemaal bovenin en die links onderin, die lijken eigenlijk nog wel normaal. En op basis daarvan zou je dan kunnen zeggen, nou, die zullen het dan wel redden. En nou, rechts zie je de fluorescentieopname en wat je eigenlijk ziet is dat alle lissen in beeld mooi aankleuren, behalve die links onderin. Daar komt eigenlijk nauwelijks bloed. Nou ja, we hebben die lis toen laten zitten, omdat we onderzoek doen naar de fluorescentie, maar wat we achterkwamen is dat die lis een paar dagen later toch echt was afgestorven. De patiënt moest opnieuw geopereerd worden, de darmlis moest er alsnog uitgehaald worden. En dat hadden we dus kunnen voorkomen door af te gaan op onze fluorescentie. Nou, wat ons dan nog resteert, en mij ook als onderzoeker, is om deze beelden objectief te beoordelen. Want nu kijken we van, wordt groen of in het andere geval wordt het wit. Hangt een beetje van het camerasysteem af. En dan zeggen we alsnog op ons eigen gevoel van dit is goed genoeg of niet. En wat we nou met een studie, de zogenaamde FLIGHT-studie, willen onderzoeken is hoe snel of hoeveel groen moet het worden voordat wij zeggen dit is voldoende om het na te maken of voldoende om de darm te laten zitten. Nou, en dat,
doen we dus aan de hand van een kwantificatie. Dus dan meten we eigenlijk de intensiteit in het beeld. En dan krijg je een intensiteit over tijdcurve. Daar halen we parameters uit. Die vergelijken we tussen darmen waarvan we dan wisten dit gaat slecht. En darmen waarvan we uiteindelijk wisten oh, dit is wel goed gegaan. En zo komen we dan op een objectieve maat voor de doorbloeding van de darm. Dankzij de fluorescentie. Nou, ontzettend mooi om te zien. Dankjewel, Arie. Ja. Ik gebruik de fluorescente techniek bij de behandeling van mensen met kanker, met kwaadaardigheden. In mijn geval zitten die vaak in het hoofd-halsgebied. Als we zo'n behandeling goed willen doen, dan hebben we eigenlijk twee doelen. We willen enerzijds de tumor eruit halen en ook het liefst nog een stukje gezond weefsel meenemen, zodat we zeker weten dat we niets achterlaten. En anderzins willen we ook weten of er nog bepaalde uitzaaiingen aanwezig zijn. Of dat er andere plekken zijn. We kunnen die kleurstof, IgG, kunnen we koppelen aan een eiwit. En we kunnen hem ook koppelen aan andere stoffen, zoals bijvoorbeeld een radioactieve tracer, die ons meer informatie geven. Je ziet bij voorbeeld A en voorbeeld B twee plaatjes waarbij het is gekoppeld aan een eiwit wat bindt in de tumor. Sommige tumoren, zoals in A, groeien eigenlijk heel erg op zichzelf, cohesief. En dan kan je ook zien dat inderdaad hetgene wat je denkt weg te halen, klopt met het signaal wat je terugziet. Maar er zijn helaas ook tumoren die niet cohesief groeien. Die groeien sprieterig, allemaal kleine uitlopers. En dan kan het dus zijn dat je door dat fluorescente signaal je resectie aanpast. En dat je daardoor dus ook geen weefsel wat niet gezond is achterlaat in je patiënt. Maar we kunnen deze techniek natuurlijk ook gebruiken om bepaalde zenuwen of bloedvaten te sparen die we niet goed kunnen zien doordat de tumor of de uitzaaiing zo groot is geworden dat we ze niet meer kunnen herkennen. Voorbeeld D. En in voorbeeld C zie je dat we bijvoorbeeld op zoek zijn naar gezonde lymfeklieren. Of naar nieuwe lesies die we eigenlijk met het blote oog nog niet kunnen zien. Dat noemen we occulte lesies. Hier een aantal plaatjes van een operatie. Aan de linkerzijde zie je iemand bij wie er een stuk van de tong is weggehaald. En dan zie je ook heel mooi dat inderdaad in het voorbeeld door de fluorescente techniek we de hele tumor hebben kunnen weghalen. Voorbeeld B zie je een operatie waarbij er is gekozen om een groot deel van de tumor weg te halen, maar waarbij het helaas niet mogelijk was om dat volledig te doen. Er bleef nog steeds wat weefsel achter, maar die fluorescentietechniek geeft ons wel beeld inderdaad van hoeveel is er nou achtergebleven. Voorbeeld D zie je inderdaad het verloop van een bloedvat en voorbeeld C zie je inderdaad de identificatie van bijvoorbeeld zo'n occulte lesie. Dus bijvoorbeeld een plekje wat eigenlijk ook al verandert richting iets kwaadaardigs, maar wat we met het blote oog eigenlijk niet zo als zodanig hadden afgegeven. Twee korte video's. Dit zijn twee video's van een patiënt bij wie we een zogenaamde poortwachtersklierprocedure hebben uitgevoerd. Als patiënten bij ons komen met een bewezen kwaadaardigheid, dan kijken we heel goed of er een uitzaaiing aanwezig is. Ze krijgen vaak een PET-scan, een MRI-scan, een echo van de hals. Maar toch zien we dat als die onderzoeken zijn uitgevoerd, we bij 1 op de 5 mensen vaak die uitzaaiing toch nog missen. Daarom is het erg belangrijk om te weten of we inderdaad die lymfeklier is aangedaan. Je ziet hier iemand met een tumor van zijn onderlip. En hier zie je in de video dat er een fluorescente stof in combinatie met een radioactieve tracer is ingespoten rondom de tumor. Deze stof die verplaatst zich naar de lymfeklieren in de hals. En die lymfeklieren in de hals die zijn ongeveer 2 tot 3 mm groot. Daarnaast liggen ze ook tussen allerlei zenuwen en bloedvaten die helpen met spreken, eten, mimiek en het bewegen van meerdere spieren boven je sleutelbeen. Dus we willen die kleine lymfeklier vinden, maar liever geen schade maken. Nou, hier zie je de normale opname met wit licht. En we hebben de huid en de onderhuidse spierlaag al geopend. Nu zetten we de fluorescente techniek aan en hier zie je dat we ergens hier in de buurt inderdaad op zoek moeten gaan naar deze lymfeklier. We prepareren een klein beetje verder. Hier zie je heel langzaam aan de lymfeklier in het witte licht tevoorschijn komen, maar als we die fluorescente techniek weer gebruiken, ja, dan springt hij er echt uit. Ja, het beste bewaren we natuurlijk altijd voor laatst.
Anton, zou jij wat willen vertellen over het gebruik van fluorescentie in galwegchirurgie? Ja, zeker, Alexander. Dankjewel. Nou, we zagen het eigenlijk al op het introductiefilmpje, is dat je kan fluorescentie gebruiken bij de darm. Inderdaad, bij hoofd-halschirurgie. Maar je zag eigenlijk ook heel mooi al op het filmpje dat je het kan gebruiken bij galwegchirurgie. En daar wil ik graag wat over vertellen. Daar hebben we onderzoek gedaan samen met Daan Lips. En waar een mooi voorbeeld waar we eigenlijk heel veel voordelen van fluorescentie hebben gehad, is bij restcholecystectomieën. Wat is dat nou? Nou, hier zie je in het linkerplaatje zie je een galblaasverwijdering. Dat gebeurt met een kijkoperatie. En dat is eigenlijk een operatie die ontzettend vaak wordt uitgevoerd door de chirurgie in Nederland in het algemeen. En ook hier heel vaak in het Medisch Spectrum Twente. En aan de rechterkant zie je eigenlijk een schematisch plaatje met de anatomie van de galwegen buiten de lever. En zo'n operatie, dan haal je eigenlijk de galblaas uit het galblaasbed. En je ziet dat er een soort T-splitsing is vanuit de hoofdgalweg naar de galblaas toe. En dat buisje moet je ook doornemen, want anders kan je de galblaas niet weghalen. En wat je eigenlijk altijd bij galblaasoperaties wil doen, is dat je eigenlijk uit de buurt wil blijven van de hoofdgalweg, omdat je die niet wil beschadigen. Dus je neemt eigenlijk altijd dat buisje, of de splitsing naar de galblaas toe, die neem je altijd door, dicht op de galweg, maar in ieder geval verwijderd van de hoofdgalweg die naar de darm gaat. Maar dat betekent wel dat je daar een lang stompje kan hebben, en als die tot een centimeter lang is of langer, of dat er misschien zelfs nog een stukje galblaas achter blijft, dan kunnen daar nog stenen in zitten of stenen in ontstaan en daar kan je last van krijgen. Dat kan je dan zien op een echo of bijvoorbeeld op een MRI, en dan is de behandeling daarvoor is een operatie. Maar die operatie is lastig, omdat je dan moet opereren in een gebied wat al eerder geopereerd is, waardoor er littekenweefsel ontstaat en je dus eigenlijk de structuren minder goed kan identificeren of kan zien. Bovendien moet je dan ook dat stompje weghalen dicht bij de hoofdgalweg. Dus dan is de kans op schade van de hoofdgalweg is weer groter. Dus dat is risicovolle chirurgie. En we zien eigenlijk ook dat als je kijkt naar de literatuur met mensen die dat eerder hebben gedaan, dat er kans op galwegschade, op bloedingen, maar ook op conversie. Dus dat je in opzet laparoscopische, dus met een kijkoperatie techniek, als je die doet, dat je dan toch een grotere kans hebt om dat je de buik helemaal open moet maken, dus dat je een grotere snee moet maken, waardoor het herstel langer duurt. Nou, wij vroegen ons eigenlijk af of we dat veiliger konden doen en effectiever. En de oplossing die wij daarvoor hadden is het gebruik van ICG om eigenlijk die galwegen goed zichtbaar te maken. En het gebruik van de robot om fijn in zo'n gebied te kunnen prepareren. En hoe dat werkt, dat zie je eigenlijk op het volgende filmpje. Gaan we beginnen. Nou, hier hebben we de robot geïnstalleerd in de patiënt. We zijn nu in de patiënt en je ziet eigenlijk al, dat is het oude galblaasbed. En je ziet daar dat er allemaal verklevingen en littekenweefsel is. Daar ergens moet waarschijnlijk die rest galblaas zitten of die grote stomp met stenen. En je ziet eigenlijk meteen al dat het haakje, dat je dat heel mooi kan gebruiken met de robot om dat allemaal los te maken. Ja. Nou, wil je eigenlijk even kijken, waar zit nou wat? Nou, en nu kan je eigenlijk heel mooi met die fluorescente techniek, zag je daar heel mooi de hoofdgal weg. Dit is wel een structuur wat lijkt een beetje op misschien die stomp. Nou, uitprepareren. En dan kunnen we zo meteen nog een keer kijken, is hem dat ook echt wel? Nou, en dan zie je wel een beetje, nou, je zit daar ver weg, of nou ja, je kan goed de hoofdgal weg zien. Daar lijkt nog wel een extra galgangetje. Oh nee, toch niet. Dat kan je zien met de fluorescentie. Dat kan je mooi doornemen. Zonder risico. Ja. En dan hebben we hier eigenlijk een structuur waarbij het lijkt alsof er twee buisjes zijn. En wat is nou de galweg en wat is nou gewoon littekenweefsel? Nou ja, dan kan je weer de fluorescente scope aanzetten. En dan zie je, oh ja, daar is de stomp aan de linkerkant. En daarboven, dat is gewoon littekenweefsel. En dat kunnen we dan nu, zie je eigenlijk nu, dat we dat mooi doornemen. Waardoor eigenlijk alleen het stompje overblijft. Dat zien we hier eigenlijk.
En dan nog een keer even kijken met de fluorescentie. Daar is ook de splitsing. En dan kan je op de splitsing kan je het afklippen. En dan kan je het mooi doornemen. En dan is de patiënt van zijn klachten af. Dan kunnen we nu nog, dit is wel belangrijk, kunnen we nog even kijken op die clipjes of daar geen gal langs lekt. Of dat we toevallig toch nog een gat hebben gemaakt in de hoofdgalweg. Dat is niet zo. En de operatie is klaar en de patiënt kan weer naar huis. Nou, dit ziet er natuurlijk allemaal heel mooi uit met de robot en met mooie groene kleurtjes. Maar de vraag is natuurlijk, is het daadwerkelijk ook wel zo goed? En dat hebben we eigenlijk onderzocht. We hebben samen met het Leids Universitair Medisch Centrum, we hebben 28 patiënten op deze manier geopereerd met deze indicatie, zo'n stomp of een restgalblaas. En wat we zien is dat we eigenlijk alle patiënten met de robot hebben kunnen opereren. Dat we bij alle patiënten de galgangen of de galwegen goed hebben kunnen zien met de fluorescentie. Dat er geen, dat we niet hebben een grote snee hebben moeten maken. Dus dat we het allemaal minimaal invasief met een kijkoperatie hebben kunnen doen. Dat we eigenlijk zien dat de duur van de chirurgie afneemt met de tijd. Dus dat we dat eigenlijk steeds sneller kunnen doen. En daarbij hoort ook dat patiënten sneller herstellen. En dat we eigenlijk een derde van de patiënten in dagopname hebben kunnen opereren. En dat het huidige protocol zo is. Dus dat als een patiënt komt voor deze operatie, dat we dat in opzet in dagopname doen. Dus dat patiënten dezelfde dag weer naar huis gaan. We hebben alle stukjes hebben we opgestuurd die we verwijderd hebben naar de patholoog. Die heeft er naar gekeken onder de microscoop. En dan zien we bij alle stukjes dat er daadwerkelijk ook galwegweefsel in zit. En het allerbelangrijkste is dat we eigenlijk geen postoperatieve, dus geen complicaties na de operatie of tijdens de operatie hebben gezien. En zitten er nou echt stenen in zo'n stukje? Ja, dat kan je eigenlijk hier heel mooi zien. Daar zie je dat grijs. Nou, dus dat zijn eigenlijk helemaal super uitkomsten. En toen hebben we nagedacht, kunnen we nou nog wat meer met die fluorescentie? Ik had het er net al over dat je eigenlijk gallekaarsje wel zou kunnen detecteren. En toen hebben we nagedacht, zouden we dat nou kunnen doen bij de Whipple-operatie? En de Whipple-operatie is een operatie aan de alvleesklier, of de alvleesklierkop. Dat is eigenlijk waar het vaakst kanker in ontstaat van de alvleesklier. Maar dat is een heel ingewikkeld gebied, zoals je op dit anatomische plaatje kan zien. In de alvleesklierkop, daar loopt de galwegen. Daar loopt de afvoer van de pancreas, van het alvleesklier loopt er doorheen. De 12-vingerige darm zit daaraan vast. Als je daaraan geopereerd moet worden, dan moet dus de 12-vingerige darm moet weg. De alvleesklierkop moet weg. Dan moet de galgangen die door de alvleesklierkop lopen, moeten weg. En dat moet weer allemaal opnieuw aangesloten worden. Dat is een hele grote operatie. Die duurt minimaal 4 uur. Maar kan ook veel langer duren. En is eigenlijk een van de grootste operaties die we doen in de buik hier in het MST. En is eigenlijk ook een van de grootste operaties die je überhaupt in de buik kan doen. Nou, welke nieuwe verbindingen maak je dan allemaal? Je ziet eigenlijk weer dat je de maag weer opnieuw aan de darm moet aansluiten. Dat je de alvleesklier weer opnieuw aan de darm moet aansluiten. En ook dat je de galwegen weer opnieuw aan de darm moet aansluiten. Al die aansluitingen, Harry had het er net al over, die kunnen gaan lekken. En lekken is heel vervelend, want dat zorgt ervoor dat mensen langer in het ziekenhuis moeten zitten, blijven liggen. Dat mensen heel erg ziek kunnen worden, misschien opnieuw geopereerd moeten worden of misschien daaraan kunnen komen te overlijden. Dus je wil eigenlijk voorkomen dat die verbindingen gaan lekken. Wij wilden eigenlijk kijken of je tijdens de operatie kan zien of eventueel de verbinding die je maakt tussen de galwegen en de darm, of je kan zien of die lekt of niet. En als die lekt, of je dat kan repareren. Nou ja, dat zien we eigenlijk op dit filmpje. Dit is een fluorescent beeld en dan zie je eigenlijk dat er gal lekt. En als je nu op een normale beeld kijkt, dan zie je eigenlijk dat je dat niet zo goed kan zien. Ik zal het nog een keer met een plaatje laten zien. Wat je hier ziet is dat de darm opgetrokken wordt naar de lever. Daar zit de darm verbonden met de galwegen. En wat je ziet is, daar zit een drain bij. En er zit wat vocht daar linksonder, maar dat zou eigenlijk heel goed oud bloed kunnen zijn. Dus dit ziet er in het eerste oog, als je gewoon puur kijkt met je oog, ziet dit er eigenlijk wel goed uit. Maar als we dan toch die fluorescentie aanzetten, dan zie je toch dat er overal langs fluorescent gal lekt. Dat licht helemaal op.
Dus dit is een lekkende verbinding. En deze patiënt heeft dus weer een nieuwe verbinding gekregen die niet lekte en is goed hersteld. Nou, dus we vroegen ons ook af, is dit nou een goede techniek om die lekkage te zien en te ontdekken? En ook, is dit nou een goede techniek om lekkages in het postoperatieve beloop, dus na de operatie, ook echt te voorkomen? Hè? Dus is het zo dat als je intraoperatief, dus bij de operatie, ingrijpt, dat dat ook uiteindelijk op het herstel, het lange herstel, invloed heeft? Nou, we hebben 50 patiënten hebben we geopereerd. 9 patiënten hadden tijdens de operatie hadden daar een lekkage. Die lekkages zijn verholpen. Daarvan heeft 4 uiteindelijk geen lekkage gehad na de operatie, dus in het herstel, in de hersteltijd. 5 toch wel. Dus het laat zien dat je ongeveer de helft van de lekkages kan voorkomen als je ze bij de operatie ontdekt. 41 patiënten hadden geen lekkage bij de operatie, waarvan er 3 uiteindelijk toch een lekkage hebben gekregen. Dus we kunnen ook niet alle lekkages ontdekken tijdens de operatie. Dus dat zijn eigenlijk ook, dat is eigenlijk ook de conclusie, is dat we het eigenlijk redelijk goed kunnen opsporen, maar dat er nog wat werk aan de winkel is, maar dat het vooral geen garantie is voor postoperatief succes. Dus als we nog even terug willen kijken, dan is ons doel nu is om die 9 patiënten die tijdens de operatie gallekkage dat we daar gezien hebben, dat we dan uiteindelijk postoperatief 0 gallekkage zien en dat we al die patiënten goed, dat we daar de gallekkage kunnen voorkomen. En dat is nog onderwerp van studie wat we nu nog verder gaan uitbreiden. Dat was het. Anton, dankjewel. Harry, ook hartelijk dank. We hopen dat we jullie een mooi beeld hebben kunnen geven van hoe we fluorescentie gebruiken in het MST. En we hopen ook dat jullie daar net zo enthousiast over worden als wij. Want als iedereen hier enthousiast voor is, dan kunnen we hopelijk nog meer deze techniek toepassen. Ook op andere deelgebieden of op andere manieren. Dankjewel voor het kijken.